Welkom in deze volgende video op de Wiskunde Academie. In deze video gaan we het hebben over de top van de parabool en in dit geval over de vorm i is ax min p in het kwadraat plus q. De andere vorm hoe je ook wel een formule van een parabool kunt noteren. Allereerst, wat is de top van de parabool i is ax? Nou, afhankelijk van hoe je a kiest, als a positief is, heb je het natuurlijk altijd over een dalparabool. En zo zal je zien. Afhankelijk van hoe je A kiest, kies je A heel groot, dan wordt hij heel stijl. En hoe kleiner je A gaat kiezen, hoe dichter bij 0, hoe wijder die als het ware wordt. En op het moment dat je naar negatief doorslaat, dan wordt de dalparabool, wordt, wordt, wordt dalparabool een bergparabool. En langzaamaan, hoe groter negen, of meer negatief je A eigenlijk kiest, hoe stijler die naar beneden wordt. Nou, je ziet dus hier dat. Elke vorm van I, I is a is ax. Allemaal de coördinaten van de top zijn allemaal 0,0. Ze gaan allemaal door de oorsprong. Nou, wanneer we bijvoorbeeld de formule i is 2x gaan bekijken. En we gaan hierbij verschuiven 3 naar rechts. En volgens 2 omhoog. En we vragen je wat is nu de formule van de nieuwe grafiek? Nou. Als het goed is, heb je de video's over verticaal en horizontaal verschuiven gezien. Dus je kunt hier nu de formule van deze grafiek geven. Namelijk i is 2x. -gedraad. Wanneer we dat 3 naar rechts verschuiven, krijgen we i is 2. En dan x gaan we vervangen door x min 3. Naar rechts was altijd negatief en naar links is positief. En vervolgens als we deze 2 omhoog schuiven, komt er dus bij die formule nog eens 2 bij. Dus dit is de formule van die. Paarse parabool, de beeldgrafiek. Dan, wat zijn de coördinaten van de top? Nou, die verschuiving heeft natuurlijk heel veel te maken met de top. En omdat we vanuit de oorsprong verschoven zijn, betekent dat dus ook 3 naar rechts 2 omhoog. Kortom, 3,2. Dus de top ligt op 3,2. Dus op het moment dat je die vorm, de vorm van de parabool, in dus i is a x-px plus q heb staan, kan je al heel snel daaraan zien of kan je direct daaraan aflezen wat de top van de parabool is. De x krijg je door datgene in te vullen dat x-3 0 wordt. Wat vul je dan nou voor x in? In dit geval dus 3. En de i, dat is altijd het losse getal wat er aan het eind staat. Dat is je verplaatsing omhoog. Dus wat zijn nu de coördinaten van de algemene parabool? I is a x min p in het kwadraat plus q. Nou, de algemene parabool ontstaat natuurlijk uit a is of i is ax en door deze p naar rechts en q omhoog te schrijven, kortom, de top van deze parabool vind je dus in het punt p, q. Nou, dit was de uitleg over het gebruik van deze vorm van een parabool of van een formule, i is ax min p in plus q. En in de volgende video gaan we ook laten zien hoe je dus met behulp van het kwadraat splitsen ook de normale vorm, de top van, kunt bepalen. Tot in de volgende video.